daar zijn ze vertrokken. De jongens van 9 jaar. Wie pakt daar de kopstap? In ieder geval is Meijers, in ieder geval is hij snel weg. Maar wie krijgt hij met zich mee? De 76. Dat is het nummer van Quinten van Bodegraven. En die gaat dan ook als eerste bocht in. Maar draait hem wel wijd uit. Houdt daar wel de eerste positie vast. Dan zien we Meijers dus meekomen op positie nummer 2. En ook BMX Apeldoorn. Willem van den Noord sluit nog aan op positie nummer 3. Op 4 zien we Van der Valk. Dan twee keer flying bikes. Maar vooraan is het ook spannend hoor. Nog steeds de 76. Quinten van Bodegraven. Hij gaat nog steeds in de leiding, maar kreeg dus vlak in zijn achterwiel de man van Nijkerk. Salva door Meijers, hij kan nu dan nog wat doen. Inmiddels zien we dan ook Willem van der Roorn in gevecht met Maurits van der Wals op positie nummer 3. Op voorhand lijkt ze dan toch beslist te zijn. Of kan hij nog een gaatje vinden? Nee hoor, Quinten van Bodegraven, Achterhoekskampioen.